Als het aan de gemeente ligt, verhuist de Eyüp Sultan Moskee naar het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein. Dinsdag werd bekend dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Lokale ondernemers en buurtbewoners zijn niet blij met dit besluit. En ook in de gemeenteraad is niet iedereen het erover eens. Wij zien gewoon dat de huidige moskee veel te klein is. Nou, en wij zijn niet voor om een moskee ergens in de rand van de stad weg te stoppen. Maar juist om een moskee die tegenwoordig ook meer is dan alleen een gebedsruimte. Maar ook een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Waar mensen huiswerkbegeleiding krijgen. Om die juist goed bereikbaar te houden voor iedereen. Inmiddels trekt de economie aan. Zien we dat er steeds meer bedrijven zich willen vestigen op de Noviotech campus. Dat ook de bedrijven die zich willen vestigen in het 52 Degrees gebouw, dat neemt toe. Om dan nu daar dat stukje grond, wat volgens mij een AAA-locatie is, als je het hebt over economisch gebied, waar een bedrijf zich zou kunnen vestigen. Je hebt daar alles, je hebt daar echt mobiliteit, het is allemaal goed bereikbaar. Andere bedrijven om te versterken. Dat ga je nu weggeven aan een moskee. Nou, ik denk dan dat je dus echt als college het foute signaal afgeeft en eigenlijk ingaat tegen de ambitie die je hebt uitgesproken voor dat gebied. Nou, wij gaan natuurlijk als gemeente niet zeggen het moskeebestuur moet dat plek daar en daarvoor gebruiken. Daar gaan ze natuurlijk zelf over, want zij zijn eigenaar van het gebouw. En zij beslissen zelf over wat ze mee willen doen. Maar zoals zij ook ons hebben verteld in eerste instantie en zoals ook de wijkbewoners hebben verteld, zal het dus een multifunctioneel gebouw zijn en niet alleen een gebedsruimte. Maar ik zie andere opties, bijvoorbeeld in de spoorkuil, bijvoorbeeld in het compact terrein. Er zijn andere opties die mogelijk zijn. De moskee heeft zelf ook aangegeven, en dat vind ik ook heel belangrijk, dat ze hebben gezegd, wij willen heel graag in een wijk. Wij willen heel graag dicht bij de bewoners, dicht bij de mensen die onze moskee bezoeken. Nou, er zijn mogelijke locaties te bedenken, zoals bijvoorbeeld de spoorkuil, die midden in een wijk zit, die volgens mij veel geschikter is. En daar moet je wel rekening mee houden. Elke locatie heeft zijn voor's en tegens. Dat weten wij heel goed en dat wegen we ook af. Maar wat de VVD betreft is deze locatie een no-go, want daar hoort economische ontwikkeling.